Het nieuwe Prilleke wordt ergens in maart geplant op de markt in Uden. Volgens wethouder Masterdal Hee is er een geschikte lindenboom in Uden gevonden die daar prima voor geschikt is. De boom wordt geplant op de plek waar nu het carillon staat. De gemeente Uden wilde nu pas zeggen dat het om die plek gaat, omdat er eerst overleg is geweest met de schenker van het carillon. De lindenboom die ergens in de wijk Bogert staat, wordt gereed gemaakt zodat die in maart verplaatst kan worden. De oorspronkelijke boom waaide in mei 2006 om tijdens een zware storm. Vanwege de vrijkomende ruimte op de markt had het bestuur toentertijd geen oren naar het herplanten van een nieuwe lindenboom.